Ik ben zo blij en dankbaar voor jullie dat jullie ook nou nader naar Oosten gekomen, om voor Oosten te om over dit te komen in hier dit te werk. Van zoals jaren aangegaan heb, heeft het de mens geëerd. Mm. Voor alles in je binnenkamer gaan. Mm. En je zit daar en je praat met de heren. Dan speel alles zo terug. Mm. Dan maakt het weer zo dat je pijn dat je hart zit. Het maakt weer op. Mm. Maar van het oos, ik persoonlijk van jullie ga ontmoeten. Mm. Kan ik niet voor jullie zeggen dankie. Dat het van mij bij je gejaagd. Oh my goodness. Filipijn is niet meer daar. Nee. Die dingen zijn opgegaan. Maar dat het voor ons nou vrijgemaakt. Yes. You know, dat hij woont, wat daar binnen diepst gezet heeft, heeft het leeg gemaakt. My... You know, dat het voor ons schoon gemaakt, dat het een nieuwe mens gemaakt, dat ons kan aangaan. Wow. You know, dat ons kan aangaan. En dat was hij, dat was hij voor niet daar gezet geweest. You know. Dat was hij. Maar dat het voor ons gebesef hoe belangrijk het leven is. Mijn hart is baie vol op hierdie oomblik, maar het is mooi vol. Wanneer ik hierdie program doe en wanneer ik die onderhoud doe, ik denk al die kijkers wat samen kijken, zal weet, om 10 uur mij in die stoel te gaan zitten, is een van die moeilijkste goed voor familieleden wat geliefd is op die wreedste manieren verloren. Het. En mijn gesprek nou met Tanya en Monica, het was, ik had het glad even wacht nie. Nie net om uit hulle eie monde te hoor hoe therapeutisch die gesprek was. He. En die lesse wat hulle daarna geleer het, hoe hulle basis vastgeklauw het aan hulle ma en hulle sissie, wat die meer hier is. Nie. En hierdie program is, it's brutal, soos die mens in Engels sê, maar om uit mense se monde self te hoor, dat dit is, dat dit die katalysator is vir die volgende fase in hulle lewe, om van die pijn te laat gaan en om dit te oorwin. Ek bedoel, Ik is steeds stom geslaan, maar dat maakt mijn hart zo blij om te weten dat dit die type impact is wat hierdie program kan hebben.